papa. Waar is pa? Is hij misschien aan het werk? Nee, Mustafa heeft vandaag speciaal een verlofdag genomen. We gaan samen jouw verjaardag vieren. Hij is even wat boodschappen gaan halen, mijn schat. Hij komt zo thuis. Is goed dan, ma. Goedemorgen, baas. Goedemorgen, Kant. Wat doe je vandaag hier? Je hebt toch een dagje verlof genomen? Ja, baas. Maar ik wou graag een voorschot op mijn salaris. Oh. Het is namelijk zo, de kleine Mustafa is jarig vandaag en ik wou een cadeau voor hem kopen. Usul, geef Kant wat hij nodig heeft. Hoeveel hebt u nodig? 50.000. Is goed, hè. Fijn, dank u wel. Prettige dag verder. Dank Mag ik een telefoonkaart van u, alsjeblieft? 23.500. Dat wordt samen dan 29.000. Alsjeblieft. Dank u wel. Ja, wat is er? Oom heeft een aanrijding gemaakt. Hij ligt met zijn fiets onder de auto in de stad. Oh Allah, mijn God. Mustafa! Mustafa! Hij heeft een aanrijding gemaakt. Kom naartoe, snel er naartoe gaan. Kom snel! Sonja, komen jullie dichterbij. Beloof me dat je goed op mijn zoon zal letten. Mustafa. Ja, pa. Laat je moeder nooit in de steek. Tracht een rijk man te worden. Help de armen. Ja, pa. Pa, niet, pa. Je moet niet doodgaan, pa. Ik ga nog naar school en mijn werk. Lieve. Allah zal jullie bijstaan. Lieve. La ilaha illallah. Muhammadur Rasul Allah. Ha ha ha!
man is overleden. Marlena? Ja? Ik ga weg, Marlena. Zo, weer zo ver. Ja, ik zie jullie weer over een maand. If God wants it. Maar poekie, is afstand. De laatste tijd heb ik pijn in mijn buik, boy. Mijn beren hart niet verschrikkelijk. Je moest gaan naar dat raam, Marlena. Ah, boe. Hier het toch. Oké, ik heb die tas. Tante Telly? Ja, ja. Tante Telly, mogwe? Ay, mi boy, Poki. Chawa lekker skojim te je kom bakayara. Nofe jiti, ay wakabum boy. Dag, kinderen. Dag, pa. Apa, utabum. Ma, hoe is het met je werk? Het moet heel zwaar voor je zijn, hè, ma? Om iedere morgen heel vroeg op te staan. Schatje, het lukt wel. Daarom vraag ik van je, doe goed je best op school. Want was pa nog in het leven, had ik niet zo hard hoeven te werken. Beloof je me dat? Maar, als ik groot word, hoef je helemaal niet te werken, maar ik beloof je. Oké, zo. Dag zuster. Goedemorgen mevrouw Poekie, hoe gaat het met u? U ziet er slechter uit dan voorheen. Mag ik uw dochterskaart? Ja, alsjeblieft. Alsjeblieft, u kunt plaatsnemen, volg zo. Dag dokter. Dag mevrouw Poekie, neem u plaats. Zo, hoe gaat het met die man van je? Hij is vandaag weer naar het binnenland vertrokken. U weet hoe moeilijk het is om in Paramaribo aan een goede baan te komen. En een man is koro afasi. En hoe gaat het met die benen van je? Ja, het gaat vreselijk slecht, dokter. Mijn beren had niet. Ja. Ik kan die pijn gewoon niet meer verdragen. En ja. U weet, in deze situatie kan ik niet telkens naar een dokter komen. Alles aan koso diri. Word je ook misselijk? Ja, vreselijk. Moet gaan. Kunt u op het bed gaan liggen, dan even onderzoeken. Ja. Ja, mevrouw Poekie, zeer waarschijnlijk heb je gallenstenen. Voor verder onderzoek en behandeling geef ik een verwijsbrief. Dan ga je morgen daarmee naar de specialist. En ook wat pijnstillers. Ja?
Dat is dat voor mij, lief. Ja? En alvast wat pijnstof. Ja? Kom je niet meer bij, dokter? Nee, je hebt een min vermogen gedaan. Het is kosteloos. Je hoeft niet te betalen. Okay. Ja? Dank u wel, dokter. Oké, wetenschap. Ja. Tante, ik ben er al. Ai, Mipching. Zou dat er aan een onderzoek je? Ja, ik moet naar de specialist. Ik heb een verwijsbrief van hem gehad. Meisje, maak geen grap met je gezondheid hoor. Want het is te belangrijk voor je hoor. Konin C, je pot je pching soep. Tante, meer heb ik dat er. E aksi bigi moni ko ba handle yo. Den bigi da kra mi gudu. Nga den da chuo bigi. De aksi bufu moni. Washi awa lanti kata. Ma to ki sap taki awa wantu bu wang. De iyo potis ma. Ma den dati. Nanga wanko ko lampu mwa kasuku dem gudu. Ma tanto. Enkrop mi frede fugo na specialist yare. Mo wahti era te poki okong bakawa wiki okona foto baka na misago na nga eng mar ya voorlopig misa hoor mis refi na de pijnstiller sa mi kis fungi huis dokter kan nie anders. Ik ben op zoek naar een woning. Weet je waar ik ergens eens op kunnen vinden om te huren? Want je weet, mijn man is te komen overlijden. Ik kon de geldschieten niet meer betalen. En de mijne is toen op de tijd gegooid. Maar die man is erg gevoelloos hoor, Sonja. Waar woon je nu? Als ik je zeg, ergens in een krot. Maar weet je, momenteel zijn er geen huizen meer voor de armen in ons land. Overal wordt een avaluza gevraagd. Maar denk de regering echt wel wat eraan moet gaan doen hoor. Maar het is momenteel een moeilijk vraagstuk. Voor een geval van jou. Ja, ja. Maar laten we de hoop niet verliezen. Moet je niet doen hoor. Ik denk wel dat het wel komt. Ja. Mm-hmm. Maar ik heb wel begrepen dat er binnenkort een sanering gaat plaatsvinden. Zo? Ze gaan enkele arbeiders ontslaan omdat de koopkracht gedaald is in ons land. Zo zeggen beste, sterkte. Maar, om eerlijk te zijn. Mm-hmm. Nu pas zie ik hoe belangrijk het is een man te hebben die zorgt voor zijn gezin. Ja, dat klopt. En ik hoop niet broodeloos te worden. Nee. Hoor? Oké, ik ben blij om je te zien. Okay. We zien elkaar weer. Doei. Doei. Oh, hallo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farida, kan kijken hoe jouw bezoek is gekomen. Die nek van me toch, Mustafa's moeder. Dag Sonja, dag Farida. Hoe gaat het je? Neem plaats toch. We hebben alles gehoord over het geval van je man, maar we konden helaas geen notitie nemen, want we waren in het buitenland. Maar kan ik iets te drinken voor je zetten? Het mag wel iets best zijn. Oké. Ga even bij papa. We hebben wel nadere informatie proberen in te winnen over waar jullie naartoe verhuisd waren. Helaas kon niemand ons dat vertellen. Dus daarom hebben we niet kunnen reageren. Het spijt me wel hoor. Farida en Suleiman. Ik ben naar vele plaatsen geweest. Zoals familieleden en vrienden van mijn man. Maar allemaal doen ze alsof ze me niet kennen.
En nu heb ik het vreselijk moeilijk. Ik heb niet eens eten in huis voor mijn zoon. En nota bene ben ik ook nog pas ontslagen door mijn werkgever. Ja, Sonja, zo gaat het toe in het leven. Hè? Wanneer je rijk bent of het goed hebt, dan wil iedereen je vriend zijn. Maar wanneer je tegenslag ontmoet of je zit in problemen, dan kent men je niet meer, hè? Ik zou jullie willen vragen als jullie mij 100.000 gulden zouden kunnen lenen. Om schoolbenodigdheden en eten te kunnen kopen. Soleiman, neem dat geld voor ons. En ik heb ook een jurk voor haar en een trui voor Mustafa, die ik heb meegenomen in Nederland. Sonja, ik weet in welke situatie je nu verkeert. Ik heb echt medelijden met je, dus hoef me dat geld niet terug te betalen. Oké? Kijk, Sonja, alsjeblieft. Pardon, Soleiman. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Maar konden alle rijken zoals jullie de sociaal zwakkeren helpen? De armen zullen het echt niet zo te verduren hebben. Ik dank jullie heel hartelijk. Mustafa, kan je even luisteren? Hoe gaat het met je jongen? Niet zo goed, juf. Alsjeblieft, kijk je geld hier. Maar zondag moet je terugkomen. Want die buurvrouw van me wil haar tuin ook schoonmaken. Is goed dan, juf. Ik kan zeker. Maar weet, mijn spas ontslagen. O ja, wat jammer hè. Maar ik verwacht je zondag. Oké, juf. Oké, is goed, tot dan. Ziens. Mustafa, je gaat werken. Nou, als je het doet, dan moet je het money. Kijk, ik ben rijk. Hier is Marcel, mijn scooter. Maar jullie armen moeten niet leren. Jullie armen zijn bezig met veel werk voor de rijk op te doen. Hoe kan je zo iets zeggen? Hoe kan je zo iets? Ik denk dat het een ieder plek is om te werken. En in een democratisch land als Suriname is er zonder onderscheid van ras, kleur, geloof, rijk of arm. Het recht om te werken. Hey, Mustafa, mee dus kom. Hé, hey, wat heb je gezegd? Werk is geen schande, nog zonde. Liever werk ik dan dat ik bij jullie dat ik kom. Kom weg. Wat brengt de Charlie stoffen mee? 3500 gulden per meter. Wat is dat? Wat is dat? Helen, mama, kom snel. Mama, Mama. Ze komt een beetje bij. Kom op, ma. Wat wakker. Buurman. Oh, sorry. Buurman, ik ben het, Hendrik. Oh, is dat een probleem? Ja, buurman. Wat is er? Buurman, maar ik krijg een kiste aanval gehad. Wie? Mijn moeder. Ik had een probleem. Oma vraagt om je kon brengen. Maar nee, dat is nee, nog niet. Oh, wauw. Ben kom, ik heb hier gewoon mijn kon. Zeg, kom maar. We gaan weer kruisje. Ik heb een probleem, zijn we. Ben kom. Kom, probleem. Meer de tante dat we... Allee, de meer is zo. Mijn familie, 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 mijn familie
Met dokter Liefde? Goedenavond, dokter Liefde, met zuster Rachel. Ik heb een patiënt hier die CITO geopereerd moet worden. Over welke patiënt gaat het? Het gaat om een patiënt die een minvermogenkaart heeft. Minvermogen patiënt? Ik ben nu in een medische meeting. Luister, bel mijn collega op. Ja? Zo niet, laat de patiënt morgenochtend komen met 200 NF op de polen. Oh, dan zal ik het doorgeven. Zuster. Dokter, ze heeft vreselijke pijn. Ja, geef er een paar pijnstillers. Jawel, dokter. Is goed dan. Dag, dokter. Klap, klap. Oom Pina, bent u thuis? Hallo? Wie is daar? Zeg, Wani. Ik ben het Helen, dochter van uw neef Waspokki. Ik ben gekomen omdat mama opgenomen is in het ziekenhuis. Ze heeft een aanval gehad en de dokter vraagt naar 200 NF voor de operatiekosten. Oom, ik smeek u. Wilt u ons dat geld in godsnaam lenen? Het gaat hierbij om leven en dood van mijn moeder. Alsjeblieft. Luister meisje, weet je hoe laat het is? Terwijl ik met die vrouw naar een film zit te kijken, kom je storen. En bovendien, ik ben geen minister van Sociale Zaken. Yeah, no. Because you are right. But I'm going to go to the next one. Yeah, what is er met je? Heb je dat geld van je oom gekregen? Nee, oma. Hij heeft me echt aan de hand behandeld. Kan dan nog ja zijn, zie. Nee, oma. Daarvoor vroeg toen dat dat is. Prefaal ik een patiënt. Zo zo moet hij praxeren. Ja. Neem ik boe voor pot die patiënt op de deur, hè. Mijn sap, zou den goed dus mij praxeren if des refi. Zo ontzettend den denk dat den op de deur one day. Because moet na den gado. Maar oma, ken je echt niemand die ons kan helpen? Mijn boy. Laat me je één ding vertellen. Wie denkt tegenwoordig nog aan de armen? We leven nu in een tijd van ieder voor zichzelf en God voor ons allen. Mam, heb je een oplossing? Oma, zeg gewoon snel. Mi boy Hendrik. Alla leeste me go tek mi AOV. Me pot wam tje gebroken dan wan seef tem de eurojisi. Helen, ade nou dra bedig, we go tek in die. Ja, oma. Oma, ik denk niet dat het genoeg is, sir. Dan gaan we proberen. Ik zal toch gaan naar de dokter gaan, hoor. Misschien wil hij ons toch helpen, iets, en je weet nooit. Hey, Hendrik, zei het een boy. Kijk, ik zal het toch van een vriend. Is wel niet veel, maar ik wat je ermee kan. Is goed. Oké. Zuster? Ja. Waar is mijn moeder? Rustig aan, mijn kind. Rustig aan. Mijn moeder is niet zo. Wat? Zeg je me?
Mama. Rustig maar, mijn kind. Mama, nee. Rustig, rustig. Nee. Het komt wel goed, het komt wel goed. Politie aangehouden en u wordt verdacht van diefstal. U weet wat je hebt gedaan, toch? Je hebt de man op de winkel ingebroken. Ja, waarom? Ik heb het echt niet gedaan. Ja, meneer. Ook bewezen, meneer. U moet niet ontkennen. U hebt gedaan. In elk geval, u bent aangehouden. Ik zal u voorgeleiden bij de inspecteur. Ja? En de inspecteur gaat verder beslissen wat er verder gebeurt. U bent? Hendrik Meijer. Hendrik. Wat is uw voornaam? Nee, dat is mijn voornaam. Pocky heet ik vandaag. Pocky is uw voornaam. Hoe bent u? 18 jaar. Waar woont u? Kleeuwstraat. Kleeuwstraat nummer 12. Ik ben inspecteur Dit Duwey, hulpofficier van Justitie. U wordt voor mij geleid. Verdacht van diefstal met een braak in een winkel. U bent niet verplicht te antwoorden op de vragen die ik u zal stellen. En als het zover is, mag je zich doen, meestal door de gekozen of toegevoegde raadsman. Wat hebt u hier om te vertellen? Waarom hebt u daar ingebroken? Waarom te? Ik heb het echt niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Die mensen die u daar hebben gezien, hebben ze voor u gelogen? Ja, waarom te? Maar die mensen hebben u ook gezien. En er zijn getuigen dat u daar was. Zij hebben met het geld zien weggaan. Goedemorgen, beambte. Goedemorgen. Meneer en mijn grapje Hendrik Jaso. En mijn zwaar boskop moet ik me melden me aan. Oh, nou, je grapje. Neemt u plaats. Ja, u weet wat hij heeft gedaan, toch? Nee, beambte. Hij heeft inbraak gepleegd in de winkel van Babu. Nee, Hendrik. Hij is daarvoor een te eerlijke jongen. Hij kan dat nooit hebben gedaan. Ja, echt. In elk geval, de jongen is bij de inspecteur en u gaat bij de inspecteur. Collega, sorry. Dat is mevrouw begeleiden bij de inspecteur. Dag mevrouw. Dag inspecteur. Wat is uw toekomst hier? In verband met mijn kleinzoon Hendrik Pocky. Hij heeft bekend bij me. Hij heeft dat geld genomen. Hij heeft het niet gedaan om er zelf van te genieten. Want zijn moeder is erg ziek. Ze ligt in het hospitaal en ze moet geopereerd worden. Maar ik heb met Babu erover gesproken. En we zullen de zaak intrekken. Ja, maar hij bij mij ontkend. Maar in ieder geval, als meneer Babu de zaak wil intrekken, dan moet hij het wel formeel doen. Hij gaat op papier. Meneer Babu, bent u bereid de zaak in te trekken? Ja, inspecteur, ik ben bereid de zaak in te trekken. Ja. Ik ben bereid de zaak, maar ik ga wel die man. Want hij ontkent nog steeds bij mij. Ik ga hem straks weer laten voorgeleiden bij mij. En dan zal ik het wel de zaak laten intrekken. En dan zal het formeel afgehandeld worden. En u hebt bij uw oma bekend. Wat is van waar? Ja, man. En waar hebt u haar gestolen? Beamte. Omdat mijn moeder erg ziek is, ze moet geopereerd worden. Ja, maar dat geeft jou het recht niet om te gaan stelen. Je moet van geluk spreken dat je oma met Babu heeft gesproken en Babu bereid is de zak in te trekken. Anders was je de bak in. Beamte. Laat dit nooit meer gebeuren in je leven. Ja, beamte. Ik zou het niet meer doen. Alles wie dan ook ziek. Jij dient van de, iemand anders goed weg te blijven. Heb je het gehoord? Ja, man. En doe het nooit meer. Boek. Hoi!
mee schrikken, meneer. Ik dacht wel een inbreker in huis was. Kom even luisteren. Waarvoor heeft u me nodig? Wat zou ik voor u kunnen doen? Oh, heel veel. Heel veel moeschappen. Nee, heel veel. Blijft u van mij af, meneer Carlo. Heel veel. U heeft toch uw vrouw en kinderen in het buitenland? En bovendien, u weet dat mijn man pas is overleden. Wel, uw vrouw is in het buitenland. We zijn alleen thuis. Nee, wat denkt u? U moet met de vuile handen van mij afblijven. Om ik het mijn geloof overtuigen, mag ik het helemaal niet doen. Wel, zo. Oh, dat is jouw goed overtuiging. Maar mijn geloof zegt dat we vandaag gaan genieten. Huh? Of niet zo? Nee, echt niet. Echt niet? Blijf van mij af. Echt wel? Hm? Oei. Hm? Ah. Nee. Nee. Red niet weg, toch voor je Hendrik. Wat doe je hier? Waarom kom je niet meer naar school, jongen? Nee, nu heb ik mijn moeder overleden. En mijn vader ligt aan malaria. Dus ik kan niet werken. En nu weet ik dat mijn zusje verder moet studeren. Maar zo kan het niet verder gaan, Hendrik. Je moet wat doen. Je moet een vak gaan leren. Je kan toch niet blijven rondhangen, jongen? Ja? Dag, ma. Dag, schat. Ma, wat is er? Ik denk zeker te veel aan het. Ma, ik weet dat je een mis. Maar, ma, je moet één heel goed weten. Dat je zoon nog in leven is. Dus hou niet meer, ma. Hou niet meer. Er is iets aan de hand, schatje. Ik voel me alleen niet zo lekker. Het zal vast wel honger hebben. Ga eten. Nee, ma. Ik heb geen honger. Je weet dat we gemeenschap samen te eten, toch, ma? Kan ik eten zonder je? Kom dan. Laten we dan aan tafel gaan. Oké, ma. Helen, waarmee ben je bezig? Haal mijn onvermogenkaart voor me. Ik denk dat het vervallen is. Ik moet het gaan verlengen. Oma, zit in de klerenkast? Ik kan het nergens vinden. Oma is al oud, Helen. Ze vergeet snel. Maar volgens mij heb ik het ergens gezien in haar kamer. Kijk voor de zekerheid in haar boodschappentas, maar zie je het daar. Kijk, ja. Oh, dus ik ben oud, hè. Maar al dat werk dat door mij hier wordt gedaan, daarvoor ben ik niet te oud, hè. Nou, zo denken de jongeren over de ouderen. Nee, zo heb ik het niet bedoeld, oma. Wat met Thaisa? Is dat ik er weer van? Ai, Hendrik. Heb je gehoord? Ik heb eindelijk antwoord op mijn beursaanvraag. Zo, is het een positief bericht? Natuurlijk, ik ga studeren en de overheid gaat alles voor me betalen. Dat is geweldig. Ja, boy jongen, ik ga naar Nederland. Maar ja, ik heb vallen. Ik vallen, ja. Alma! Alma, ben je thuis? Ja. Hé, hey, meisje. Kom door. Hoe gaat het met je? Goed. Je hebt geluk. Ik ben net thuis. Kom door. Ik hoop dat je het erg vindt. Het is wel laat geworden, maar ik moest echt wel bij je komen. Ach, kom, het is niet zo erg. Alma, ik ben bij je gekomen. Omdat ik een vreselijk groot probleem heb. Dat me de hele dag al bezig houdt. Ik moet het kwijt.
Jij en ik zijn beste vriendinnen. Ik wil het jou vertellen. Je zit er de laatste tijd inderdaad ziek uit, weet je. Wat is er gebeurd? Vertel me je probleem. Iets verschrikkelijks is mij overkomen. Ik heb niet zin meer om verder te leven. Heb je even nagedacht wat er met je zoon kan gebeuren? Je wil dat hij een wees wordt, no? Vertel me, wat is er? Ik ben verkracht door mijn werkgever. Wat? Amma verkracht die. Sai! Heb je aangifte gedaan? Alma, het gaat een grote vernedering voor me zijn. Ik verzoek het je. Laat het zoals het is. Want ik, een arme weduwe. Wie gaat nog naar me omkijken? Bovendien, die man is een verdomd rijke man. Koop alle mensen in het land. Sponsor vakpolitieke partijen. Laten we het zo laten. Die man gaat zijn straf krijgen. Ik verzoek het je. Oké. Goed. Als jij het zo wil. Maar ik beloof je dat ik deze man een les ga leren. Ik ga hem betaald zetten. Ik laat het niet zo. Lieve oma. Pa en Hendrik. Hoe gaat het met jullie daar in Sweeties, Renan? Ik mis jullie en voel me erg eenzaam hier. Met mijn studie gaat het goed. Hoe is het met Hendrik? Is pa al beter? Oma, u weet dat ik hier ben speciaal te helpen tegen de criminaliteit. Lieve oma, ik ben je helemaal niet vergeten. Ik heb een pakket voor u gestuurd via Central Freight Service. Later stuur ik ook wat geld voor u. Oma, als ik klaar ben met mijn studie, kom ik meteen terug. Doe de groeten aan iedereen. Veel kusjes van uw kleindochter Helen. Werk het is. Huishoudster? Ja. Dat komt net goed uit, want ik heb er eentje, maar die is eigenlijk al wat te oud voor het werk. Maar wanneer wil je beginnen? U zegt het. Wel, als het mij ligt, mag je morgen beginnen. Ja? Want ik ga toch nog een dagje geven en dan kan je morgen beginnen, oké? Goed, hoe laat moet ik er zijn? Tegen 9 uur, 's morgens. Oké, okay, is goed. Oké? Okay. Ja. Afgesproken. Oké. Okay. Tot morgen dan. Ja. Hey.
Wagi, wagi. Hai, doisen, doisen, mas. Oke, sepala, doisen, doisen. Hai, oke, mama. Wagi, kira yang lalu. Telat, toh. Jason, God right, keep your life. Jason, Abbas, Jason. Look at Jason, baby. Ah, jongen man, ik heb van nummer dat je moeder verlamd is, hè. Wil je moeder helpen met de rolstoel? Zeker, meneer. Dan moet je haar de job van me doen. Meneer, gaat u me echt helpen? Ja, zeker. Waarom niet? Ja, om mijn moeder gelukkig te maken, ja, ben ik bereid alles te doen. Zeker, maak contact met me. Dank u wel. Morgen om 9 uur. Is goed, hè, meneer. Maak contact. Hey, geef die maar wat geld, hoor. Geef die maar wat geld, hoor. Zo, lieve Pop. Hoi. Stop even met werken. Stop even. Luister. Jij bent echt de vrouw waar ik altijd van gedroomd heb. Ik zou graag even horen met je blijven. Wat denk je ervan? Ja. Ik ben nog steeds niet getrouwd. Ik vind het vrij gezellig. Ja? Kom liever thuis mee, meneer. Ja? Wanneer? Vanavond? Ik zeg dan, Oké. Okay. Ik woon alleen. Thuis kunnen we alle rust van alles genieten. Oké. Ja? Doen we dat. Okay. Ik ben vanavond om tussen 9 en 10 bij je. Het laatste half 11. Ik moet wachten op. Ja, natuurlijk. Want ik kom zeker. Oké. Okay? Kijk uit. Hey. Hallo. Hoe gaat het met je? Goed. Dat is niet zo lang geleden. Zo lang heb je gewacht. Ik heb je gemist. Je voelt lekker, man. Kijk eens. Dit is voor jou, alsjeblieft. Dank je. En we gaan vandaag toch een beugel doen? Je bent van plan. Jij inspireert me. Gewoon naar boven? Dat klinkt niet slecht. Dat klinkt belovend. Ga je voor? Ja. Alsjeblieft. Hoi. Lekker weer. Je bent wel stevig. Natuurlijk. Ja, nou? Gaan we dat proberen. Zeker. Kom op de bank. Krachter jij. Orino. Klap, klap. Sateli. Sateri. Ukona, ukon, ukon, dotana, ununa, ukon, ukon, ukon. Telifa. Ik heb
Hé, Nana, va. Hoe is het dan? Hoe is het dan? Ik heb niet bij jou. Ik denk dat je waar. Ik ga gaan. Hé, maar dat vaf je dan. Niet de midden breed, die shit. Ik heb 5% breed. Mada, me herinner me. Ala na natuur, na de sula, fa de san mooi. Me mes de jere, vooral van kon granike ba. Familie da pe na binnenland. Ala san we kisif sotro watra faya. Ma wansani, des made kon suku goutu. De pora watra. Na na kwek no? Ay sa. Gralantim ko lupan fa san adeng. En een boom van gezondheid. Kwet, 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 kwet. Vrouw, mijn werk heb ik aan de toren voor nu. De zandat, de no de fijne oude futaki. Me kan het. Na mijn oude dee. Me kon aan de goutu. Tamara me go seri. Me go kan het. Na de wenke na foto. Manana. Hé, hey, zes misabi. Zo zo baka om mij heeft hij. Ine verandert hij taal wang. Ine pak ze taki ore ik aan je leeft. Hij pak ze taki no mamoro je aan je keba. Hé, hé, hé. Pro, mi nou aan busko ndrema. Mi papa djebo. Mami no don. De bakra me kon adresi. Ene fayagra. Papa jangai agra. Asana fiagra. Ana soteli fiagra. De bakra me kwa moro bonsani. Fadi kara san. Kundu na kondom. Kondo. Hehe. Fabriki no make me mad. Ay mi kan begrijp. Mi verstaan wat ik aan me kimbat. Ja, doe misan lek fam gwenti doe misani. Jere, aids kan kill you, because it's granik ba. Maar de jonge man, sa pa de chade se fat vratet ga waka jere. Hoi, hoe is het? Wat is het dan? Alles goed? Ja. En hoe is het eigenlijk met de 25 liter afgelopen? Goed dan. Die nieuwe man is niet afgeleverd. Oh ja? Is er iets bezorgd? Die heeft het bezorgd, ja. Hij heeft het werk geleverd. Kijk, ik heb hier een foto van hem. Deze man? Ja. Luister, Kobela. Je moet deze man goed in de gaten houden. Want hij lijkt een gevaarlijke man te zijn. Alsjeblieft. Begrepen? Komt in orde, bos. Oké? Ja. Thank you.
Hello. Hi. Hi, Guillaume. Hi. Good matter. Good matter business. Hi. No. Hi, go. What's the problem? I'm going to go to the business. Boom, dan hoor je nog van. Ja? Oké. Okay. Wanneer stap je met het gezeuip van je iedere dag? Roep, kijk wie daar zit, die man in die zwarte jas. Jij kijkt alleen maar naar rijke mannen. Wanneer laat je dat soort manieren achter? Ik ken die man niet en ik hoef hem niet te kennen. Maar hij is de zoon van meneer Kan. Mijn moeder had me verteld dat jij zijn oude woning hebt gekocht. En dat zijn vader bij aanrijding is overleden. Maar die man, nou een multimiljonair. Ik dacht dat ze al lang dood waren. Je bent een gevoelloos mens. Zeg, mag ik betalen? Ik heb mijn spullen ingepakt, dus ik ga weg. Monique, dat kan je toch niet maken? Ik kan toch niet alleen achterlaten? Ik heb mijn doel aan. Monique, ik verzoek je. Laat mij niet alleen, Monique. Mijn galeon. Asaf, Faya, Ruby. Ben je de man Kisunu? Hé, Hendrik van mijn grapje heren. Hé, we moeten die lui op tijd bezorgen. Je weet wat erop staat als we niet op tijd zijn hoor. Wat bedoel je? Mijn vrede. Mijn biet voer u tekkel keba. Hé, stop. Hé, stop. Stop. Ik heb een bami gaan aangegeten. Hey, hallo. Is die man er al? Shit. Die man heeft ons genept. Shit. Hallo. Hey, John Doe. Hi. Hi, met Cobra. Is die man bij je geweest? Ja, die man is geweest. Alles is geregeld. We zijn klaar. Wat? Shit! Nee, die man is genept, man. Wat? Dat is die man van Dorga met dat ding. Domme! Man, kwek, ba! Over die vliegramp waar vele mensen omkwamen. Ja. Je oom en je tante zaten ook in dat vliegtuig. Dat klopt, ja. En ze hebben een dochter. Ze heet Joyce. Ik zou het heel fijn van je vinden als je haar zou gaan opzoeken in het internaat.
Ja, maar ik zal haar gaan opzoeken. Want ze heeft niemand. Beloof je me dat? Ja, maar ik ga, want ik moet even weg. Maar ik ga haar wel opzoeken, hoor, maar. Oké. Maar Helen, is het 3 dagen dat Helen niet is thuisgekomen? Ik heb het grootst vermoeden dat wat hem is overkomen, hoor. Dat is waar, oma. Ik heb mijn mannen wel de opdracht gegeven om op te sporen. Maar hij is nergens te bespeuren. Dag mevrouw. Dag meneer. Bent u de directrice van hier? Dat klopt. Aangenaam op ons, sorry. Dan aangenaam. Met de plaats. Dank u wel. Bent u niet al een bekende doorn waarover ik iets heb gehoord? Die de sociaal zwakkeren helpt? Ik zou graag in contact willen komen met hem. Want misschien kan hij ons helpen. Internaat heeft heel veel hulp nodig. En zoals u weet, hebben we helemaal geen subsidie meer van de overheid. Mevrouw, u brengt mij in de verlegenheid. Inderdaad, ik ben de don waar u praat. Maar ik ben vandaag voor iets anders gekomen. Want ter zekere, mevrouw Joyce kan. Over Joyce? Heb je het soms over het meisje wiens ouders bij het vliegtuig overleden zijn? Ze is een heel lief kind. Mevrouw, ik heb haar reeds geadopteerd. En kijk, de documenten zijn hier alsjeblieft. Als u een ogenblik voor me heeft, dan zal ik haar voor u halen. Jawel. Oh, ik ben Joyce, hè? Ja. Ik ben uw neef, hè? Ja. Blij jou te zien, hoor. Ja, echt waar. Ja. Ja. Hendrik, wat heb je gedaan? Ga zitten. Dus je houdt je bezig met drugs. Daarom ben je al die dagen niet thuisgekomen. Is dit de business waarmee je bezig houdt? Hendrik, wat gaat de gemeenschap van me denken? Ik verdedig de wet en mijn broer is aan de andere kant een crimineel. Waar waren de wetten toen wij problemen hadden? De wetten zijn alleen voor de kleine man en niet voor de rijken. Ik wil eens graag zien hoe je het klaarstelt met die zogenaamde elite maffia. Je hebt ergens gelijk, Hendrik. Maar het ligt niet aan de wet, maar aan de mensen die de wet de eigen baten misbruiken. Dus je schroot om hier. Ik krijg geen kans. Ik ben vele malen aangehouden en werd bij betaling van een bedrag weer vrijgelaten. Zus, hoe kan je al zodanig optreden waar bijna iedereen corruptief bezig is? Luister, Hendrik. Je weet dat je heel veel voor me betekent. Maar ondanks dat je mijn broer bent, kan ik je niet helpen. Het enige wat ik voor je kan doen, is een jurist inschakelen. Die voor je strafvermindering kan pleiten. Maar uiteindelijk bepaalt de rechter. Laat maar, dan hoeft het niet. Kijk, dit is voor het internaat, alsjeblieft. Vriendelijk bedankt, meneer. Dank u wel. Oké. Goedenavond, Don. Hi, goedenavond. Hoe is het? Ik heb die opdracht uitgevoerd. Die nieuwe man, Hendrik, heeft een paar percelen gekocht op zijn vaders naam vanaf Pochie. En die man zit in het binnenland. Dat valt niet te betwijfelen, Cobra. Ik heb zo'n uitgebreid netwerk aan informanten. Wat kan voor mij nog in dit land geheim zijn? Luister, maak een document klaar en laat die meneer tekenen. Oké? Okay? Komt in orde, bos. Oké. Okay. Hoi. Hoi, zitten? Ja.
beetje jammer. Ik ben op tien. Echt niet? Brada, nu na baspoki, nu na wat mati voor je boy Hendra. Zo, na nu na pa, san, aboy zijn wel lekkers dini. Lekkers, wat papira, mina lanti, abai oso en apoden tap junen, jo abis teken na papira. Papira hun teken, nu no denki brada, aboy na wat poti boy, daar sa vinda munda. Hey, luister, dat gedonder van die vendang met de keelui. Laat hij dat stuk tegen hem, want nog zo miserig voor klaar. Nog tegen, ik moet je iets belangrijks vertellen. Toen je in Nederland zat, heeft een zekere meneer een boottocht georganiseerd voor de oude van dagen. Oh ja? Meisje Tim, denk je dat me geniet? Het was reuze gezellig. Maar ik heb gehoord dat het om een zeer rijke man gaat. Zo. Die veel doet voor de armen. Maar zijn naam ken ik niet. Oh ja? Zulke mensen vinden hier weinig in onze samenleving. Maar later heb ik vernomen dat hij vaak bij je oom is in het binnenland. Na zo'n mamu anji. Oma, laat me hoor. Hey Joyce, hoe is het? Hoi. Ik heb maar gegeten. En heeft ze haar medicijn ingenomen? Ze heeft wel gegeten, maar ze wilde niet zo ingenomen. Maar, hoe is het? Hij heeft een vervallige drang. Dat ik nu zeker niet te gaan over mijn hoofd. Niet de medicijnen optekenen, hè? Je hebt jou verwend met alles. De laatste tijd heb je een vriend. Meneertje gaat niet meer naar school. En hij houdt zich bezig met kwaai jongens. Ik vind dat je moet gaan ingrijpen hoor. Voordat het te laat wordt. Kudo. Mijn zoon krijgt alles wat hij nodig heeft. Ja. Ik denk dat hij wel verstandig genoeg is om te weten wat goed wat slecht is. Heb je naam toch niet? Hoe is dat bij jou, ja? Hoe is dat bij wanneer er zich problemen gaan voordoen, ga ik me echt niet mee bemoeien. Hallo schat, een kopje koffie. Oké. Wat dan voor het Let's
Hallo? Is dat de politie? Ben ik verbonden met 115? Ja, mijn buurman is net overvallen door twee rovers. Ja, en rijden nu vanuit de Rangoulanweg richting Indira Gandhiweg. Ja, dank u vrienden, dank u wel. Jawel. Uit! Wij staan! Wij staan! Uit! Kom dan, kom dan! Arabio! Leg op de grond, leg op de grond! Leg op de grond! Spreek binnen! Het ziet er slecht uit hoor. Ik zeg gewoon, je hebt me veel verdriet aan gedaan. Mijn leren voelen door Ogri. Ah ja. Ik voel me hier helemaal niet thuis, oma. Ja, maar ik had geen uitweg. U kent of u weet hoe het aan toe is gegaan. Presidia Tranga. En je bent helemaal verstoken van de buitenwereld. Maar misschien nog een soort moeite met dat je toen aan de afjari. Wees maar blij dat je niemand hebt vermoord. Anders was het anders met je afgelopen. De cipier heeft me wel verteld dat ik zes maanden eerder naar huis mag, oma. Danny Fugado, mijn boy Hendrik, kom eens hier nou zo. Hou je goed, hè? Sterkte. Joyce, kijk even. Is dit niet de bekende inspectrice? Waar iedereen het heeft over heeft? Kijk er. Wie? Helen. Dat was een goede vriendin van me, kende vanaf de schoolbanken. Wanneer ga je erbij om kennis te maken? Fouten! Ah. Ai man! Vai, bro! Ai de, Santa, afasi! Ik ga weer! Ai, maar guia, zeg aan nu, jongen! Taga! Ai! Ah, boom! Ja! Boelan met die, jongen! Wat, Bruno?
Ja, we schrijven hier de minus. Je langer toe, man. Ja, man. Je langer nog weer. Ja, ja. Ja, sinds je bij mij niet keren, dat nog. Dat nog. Ik ben een pasta, is dat toch? Ja. Ik ben een beetje een biggie, loco, jongen. Oh, ja. Ai, dons, dons, dons. Ai, mijn chassa niet gier, loco, ja. Ai. Dat van Alhaboom. Ai, Alhaboom. Ai, man. Dit is speciaal voor jou, ja. Loco, ja. Ai. Ai, man. Pardon, kijk. Oh, look, papa, don't go. Yeah, 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 father. Hi, this is you. I did. This is you. Take ya. Yeah, ma. Hi. Look, ya. Papa, okay. Look, ma, oh, thank ya, papa, ma, ya, ma. Hoi, Sani. Sam, oh, alas, ma, fode. Oh, my God. Alasan bu. Ai. Kado man, this is now a big school to here, what is big school to this? Yeah. This be there na Nidera. Oh. Bon da aqua sa. Bon langa no be see. This na mine fit. Yeah. Inspecteur. Yeah. Wa me kenesa ngi. Don aangenaam. Helen. Inspecteur. Hoe waar? By the way. Maar uw gezicht kwam heel bekend voor. Ik kom bekend voor. Maar goed. Ja. Maar daar. Ook al wat er zit, kies ook voor een Samsung. Je wilt komen? Ja, alleen maar. Baby, leg me leuk hier om. Is goed? Ja. Leg dat ook weer. Van Suriname. Oh, is toch zo prachtig. Dit soort dingen vind je niet in Nederland. Maar het is niet hier. Is er nou mooi hier? Maar niet alleen Suriname is mooi. Maar het is mooi toe. Bado, bado, mami, jam, bakai. Bado, bado. Bado, bado. Bado, bado. Bado, bado.
Helen, ja? Ik zou graag een en ander over jouw gewoonte willen weten. Ik heb een leven gehad vol problemen. Ik kom uit een arm gezin. Moeder heel vroeg overleden. Ja, vader ziek. Een jongere broer die dagelijks was het voor zijn brood. Over mijn werk denk ik dat je wel het een en ander weet. Vertel jij iets over jezelf. Helen, ik denk dat we hetzelfde problemen hebben. Ik wil liever niet erover praten, echt niet. Mijn vader is, toen ik nog jong was, door een aanrijding overleden. Echt waar. Ja, mijn moeder, die is half verlamd en de boosdoener is geld. Ja, ik ben een businessman, hossel dag en nacht. En ik blijf heel weinig thuis. Genoeg over onze problemen. Ik moet morgen heel vroeg terug naar Paramaribo. Oké, Helen. Ik zie je nog. Oké. Diana, ik kon niet zorgen. Ik kon mijn zoon thuis zien. Eigenlijk ben ik rotte joe in plaats van boy. Tina, ik weet dat we rijk zijn. Maar geld is nog niet alles. Luister. Libatori. Amor, heb ik geen probleem met mijn abno. Dat ik een inspecteur in mijn raad. Chico Pawiro. Hij is met pensioen. En als Marie draait nou, heb je dat strak? Oh, wel strak of niet strak? En nu wat willen we beginnen? Is dat mijn lezen? Mijn meisje, Helen Pocky of Pocky Helen? Ben ik actief heb je? Wel, een meisje dat ik draait nou, ligt inspectrice. Dus heb je niet gezien? Dat probleem is dat. Luister, ik zal morgen bij tante Telly gaan. En dan zal ik je bewijzen hoe machtig geld is. Hey, Joyce. Hoe is het met je? Hi. Heb je lang niet gezien? Ja, ja. Ben je intussen met een rijke man getrouwd of zo? Een rijke man. Zeg me nou, wie gaat nou met een wees trouwen? Ik bedoel van die internaat gewoon die. En die ook nog afhankelijk is van schenkingen van het aardige van mensen. Ik denk het echt niet, hè. Hé, hey, sorry, maar hey, maar vertel me, waar ben je nu dan? Ik ben God zo dankbaar, hè, dat ik een neef dan heb. Die me, ja, hij heeft me geadopteerd. Oh, en ja. Ik woon nu samen met hem. Samen met zijn moeder ook nog. Oh ja? Ja. Nou, dat is toch goed. En, maar ja. Ik moet nu wel weg, want ik moet nog wat medicijnen halen voor mijn tante. Abo. Dus ik zie je. Hey. Schatje, sterkte. Okay, ja, bedankt. Zo leuk je weer te hebben gezien na zo lang. Ik ben hier. 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 Ik ben hier.
Wil je wat drinken? Graag, iets fris. Helen, ik heb zoveel over je gelezen en over je gehoord. Ik ben blij om nu echt eindelijk kennis met je te hebben gemaakt. Alsjeblieft. Dank je wel. Zo, Helen. Tante heeft je laten komen omdat ze iets persoonlijks met je te bespreken heeft. Ik vind, Helen, dat je er heel goed uitziet. Ik vind je heel prachtige dame. Ik wil niet in je privéleven bemoeien, maar zou ik wat mogen vragen? Zegt u het maar. Heb je soms al een vriend? Want ik zou je erg graag als mijn toekomstige schoondochter willen zien. Mevrouw, ik denk er nog niet aan, maar als het zover mag zijn, laat ik het wel weten. Goedemorgen, met het secretariat van de minister. Te bespreken. Goeiedag. Ik ben de voorzitter van Kennepoort buiten, Bas Spina. Ik heb de minister nodig. Maak hem alstublieft. Want ik heb reeds een paar keer gebeld. Momentje. Ja, zeg het maar. Minister, er is een zeker meneer Pila voor u aan de lijn. Hij zegt dat hij de voorzitter is van het kernbestuur van Panbuit van de politieke partij. Wilt u hem spreken? Pina. Ik verveel haar van deze mensen, man. Ze denken dat je alleen maar om hun hier zit. Zeg hem dat ik druk bezig ben, ik heb nu geen tijd. Buitendien moet ik morgen naar een conferentie in het buitenland. Laat die volgende week bellen en probeer als je afspraak kan maken, hoor. Hallo meneer. De minister is momenteel in een vergadering. Maar morgen gaat hij naar het buitenland en komt pas over een week terug. Als u wil, kunt u wel pas afspraak maken, hè? Heel vergaderen ze in dit land. Maar we zien geen tastbare veranderingen. Mevrouw, wat hoeft u meer aan? Teken. Hallo, is er hier iemand? Ja. Goeiedag mevrouw Ram. Dag Corrie. Is mijn volksvertegenwoordiger thuis? Ik heb hem dringend nodig. Nee, hij is er niet. Hij zei dat hij voor een heel belangrijke vergadering weg moest. Kunt u hem alsjeblieft even bellen? Want ik wil een afspraak met hem maken. Omdat de minister geen tijd voor me heeft. En u weet wel hoeveel jaar ik de partij gesponsord heb. Trouwens, ik ben voor de eerste keer hier. Neemt u plaats. Ik... Hallo? Ram, meneer Pina wil je heel even spreken. Luister mijn schatje. Ik heb je zoveel keer gezegd wanneer ik bezig ben te vergaderen dat je mij niet moet storen. Hallo, wie is het? Ik hoor een vrouwenstem op de achtergrond. Met wie en waar vergader je? Nee, weet je wat? We zijn bezig te vergaderen in Krasje. En het is de stem van die koffiedame. Ja, mag ik geen Pina? Ogenblik. Alsjeblieft. Hallo. Hey Barara. Laat ik me kwalijk, ja, maar mijn story even. We zijn tak iedere enorm belangrijke vergadering. Voor afvast vakken worden moeilijk. Maar die jongen van me heeft niets gedaan en is toch zomaar ingesloten. Luister, broer, neem me niet kwalijk, maar ik ga niet langer kunnen praten. Want ik ben bezig mijn vergadering af te sluiten. Bel een andere keer. Hallo? Luister nou. Hallo? Mevrouw Ram. Laten ze nog meer vergaderen. Want er komt toch niets van terecht. Sorry, je hebt gelijk. Meneertje is elke avond weer weg voor een of andere vergadering. Waardoor hij geen tijd heeft voor zijn gezin. Ik ben ook wel moe van al die vergaderingen. Je moet look moe. Want de vergadering frikt die. Wie is daar? Hele zuur.
Zo, dat gebouw voor een storing aan de telefoonlijn. Ja, dat klopt. Maak je me weg geweest? Oh ja, loop even mee. Wat is je klacht dan? Nou, ik krijg geruis op de achtergrond en als ik naar buiten toe wil bellen, hoor ik geen kistel. Oké, ik zal het wel even nazien. Mevrouw? Ik weet dat het probleem verholpen is. Bedankt. En mocht het weer zo zijn, dan belt ze gewoon weer naar Telesu. En dan wie kan ik vragen? Oh, Hendrik. Oh, Joyce, hè? Oké. Ik laat je even naar buiten. Grote man bent geworden en dat het tijd wordt dat je nu gaat trouwen. Want ook ik wil niet met een kleinkind spelen. Weet je dat ik een heel aantrekkelijke dame voor je heb? Maar ik denk nog niet aan. Ik ben reeds bezig met een echt leuke dame. Als je dat ziet, ga je haar zeker accepteren. Echt waar. Maar ga weg, oké? Wanneer breng je het dan? Dat komt nog. Zo, tante. Dan gaat wel vaak naar Binland. Misschien niet ik daar een schatje. O ja? Joyce, zijn de vrouwen van Binland niet mooi? Dat bedoel ik ook al niet, hè. Hallo? Hallo? Is dat de tenieder? Waar is daar? Wat wil je, meneer? Tante Nami. In neef Pina. Jere, ik maak me schrikken, jere. Ik denk aan een voer, maar best doe jonko. Is dat wel laat hoe, tante, ik moet je roto. Tante, wat kan je niet van boy kan doen? En dat trouwens is allemaal in mijn pai. Jere, dat in gabiro, jere, ja, no lontoso. Ik ben al bij u, omdat ik nog niet ben. Goedemiddag.
waarmee kan ik u van dienst zijn? Ogenblikje, alsjeblieft. Agent, u kunt hem meenemen. U wordt in verzekering gesteld. Maakt u de processtukken op. En voorlopig neemt u ook in beslag. Zo, inspecteur, wilt u toch nog even naar beneden? Nee, gaat u alsjeblieft mee. Inspecteur. Komt u mee. Luister Helen, ik wil je heel graag zien. Vanaf de dag van onze ontmoeting in het binnenland bij oom, heb ik alleen maar slapeloze nachten. En heb bijna geen eetlust. Ik ga morgenavond naar een feestje. En ik zou je heel graag willen meenemen. Ja. Ga je mee? Ik heb het vreselijk druk. Maar ik bel je nog. Oké. Je kwijt moet. Het gaat over mijn ontvoering toen ik nog op school ging. Luister, ik kan je gerust vertellen. Ik ben toch je aanstaande? Of heb je iemand anders op het oog? Eigenlijk wel. Toen ik ontvoerd werd, werd ik naar een afgelegen plek gebracht door twee jongens. Waar ze probeerden mij te verkrachten. Maar ja, dankzij twee jongens die op een brommer langs reden, kon dit voorkomen worden. Ik heb altijd aan een van deze jongens moeten denken. Dus al die tijd ben ik op een van die jongens verliefd. Volgens mij hebben toch die jongens na het voorval
jou met de scooter thuis gezet, hè? Ton, hoe weet je dat? Helen, kijk. Kijk goed naar mij. Denk dat je jezelf de jongen bent. Inderdaad. Vanavond weer weg, man. Ja, mijn schat, ik moet toch gaan werken om jullie eten te kunnen geven. Mama, blijf vandaag thuis nog. Elke avond ga je aan. En het is ook een beetje saai en ik ben ook een beetje bang. Mama gaat naar tv kijken, begrepen? Ja, ma. Zorgen jullie ervoor dat jullie je huiswerk maken en letten jullie goed op die baby. Ja? Oké. Leo. Heb je niet opgemerkt dat mama binnen elke avond weggaat? Vooral wanneer papa niet thuis is. Mama heeft me een keertje verteld dat ze elke avond moet gaan werken. Om het centjes te verdienen, mama. Nooit heb ik me vertellen. Je hebt gelijk. Mama is lief. Ze brengt bijna altijd lekkers voor ons als ze weggaat. Maar papa. Papa die heeft nooit niet eens een beetje geld voor ons. Volgens mij verdient hij heel weinig aan school achter. Je hoeft toch niet zo te doen? Jij je mond hoor. Hij was de mire, vrouw Kissy Baby. Ja, man. Sabi nu naar Tentranga en mij heb drie tien. En haar vrouw loopt die tien naar Oso Nuno. Hoeveel ga je me betalen? Hoeveel wil je? 50.000. Zeg maar. Zeker hè? Zeker weten. Oké, dan. Hallo dan. Wat ma? Je wilde weten over die ellendeling die ons leven heeft verprijsd. Heb je de kranten vandaag gelezen? Openbare veiling. Alles van die flikker is op de veiling gegaan. Lees die krant gewoon. Hij kappen nu. Oké, tot later. Niemand nader dan 150 miljoen. 150 miljoen. 150 miljoen Surinaams gulden. Niemand nader dan 115 miljoen Surinaams gulden. 150 miljoen Surinaams gulden. Eenmaal, andermaal. Niemand nader dan 150 miljoen. Verkocht. Meneer Dan, mag ik u uitnodigen? Ja, dat is alles. Alsjeblieft, het is een check. Dat is een check, ja. Chef, kan ik nog wat langer in die woning blijven? Ik heb helemaal geen onderdak. Luister meneer, ik kan je echt niet helpen hoor.
Probeer het bij de notaris, misschien helpt hij. Sure, ik kom naar mijn klaar, jongen. Dat zou niet lukken, want ik heb een bijzonder naam van de stichting gesteld. Sorry. Waarom ben je weggelopen? Hoe kan je me dat aandoen, Don? Je belooft dat je met me gaat trouwen en nu al bedrieg je me. Ik was met mijn secretaris. Ga eten. Ik wil niets meer van je horen, man. Luister. Je bent de enige echte vriendin die ik ooit gehad heb. Dat weet ik nog niet. Helen, hou je nog steeds van me? Dat weet je toch, Don? Dat je mijn enige echte liefde bent. En dat ik nog steeds van je hou. Zie ik je morgen, mijn schat. Hè? How should we like this word? Wat is gebeurd met dokter Liefde? No. Meisje, hij was met zijn familie op een feestje. Heeft hij daar een beroerte gehad? En onderweg in de ambulance is hij overleden? Ja. Ja. Zo, dank je, senpai. Dank je, senpai, ja. Ai, goyara, sami desaf, so yara migudu. Meisje, mada. Zo me jaar lang aan ono jere noti poki. Mina saba, van manda dali bete jere. I got to want to say before I'm on that date. Misha, if my lena nga poki been there, they will break it for she for the umapke. The one biggest go to for yepa before I can get a criminality. Maya, that don't sabi. Wat is gebeurd? Wat is gebeurd? Hoe ben je eens aan het gaan? Ja. Zuster, ik heb een man ingebracht. Hij valt de mensen op straat lasten. Kunt u alsjeblieft hier voor een paar dagen vastzorgen? Inspecteur, de dokter bepaalt als dit soort mensen opgenomen kunnen worden. Die meneer lijkt me niet gestoord. Ik geef van mijn tijd. Jawel, bedankt. De psychiater behandelt dit soort mensen dus. Kunt u alsjeblieft een paar dagen hier vastzorgen? Ik heb dit probleem wel al eerder aangekaart bij de minister. Maar ze hebben nog steeds geen adequate opvang voor deze mensen. Weet u wat? Loopt u met me mee naar de dokter? Goed, dat lijkt me het beste. Kom, kom. Wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? Loose me.
Samson, how are you? Lose me. Leave me. Inspecteur, is het uw vader? Lose me. Ja, we hebben overal naar hem gezocht. Lose me. Inspecteur, rustig. 2 jaar terug hebben 2 mannen hem hier gebracht. En ik geloof dus dat iets ernstig met hem is. Broeder, wat zal de familie toch blij zijn? Lose me. Dat Pokkie nog leeft. Mogen hem bezoeken. Hij is aan de betere hand, inspecteur. Bezoekers kunnen hem in dit stadium meer kwaad doen dan goed. Ik was echt wel verrast toen je had gebeld, want ik had het echt niet verwacht, echt waar. Ja? Nee. Nou, aan de ene kant is dit voor mij belangrijk, dat je me toch accepteert zoals ik ben. Desondanks mijn achtergrond er niet zo looskleurig uitziet. Laten we alsjeblieft niet praten over achtergrond, want ja, voor mij is het ook niet geweldig, trouwens, je weet het. Ja, dat is van mij, zeg ik zeker. Ja. En niet hoe je me hier ziet, zo zitten. Moet je denken dat ik het goed heb, weet je. Alles is me gegeven en ik ben er echt wel dankbaar voor. Okay. Ja. Joyce. Ja? Ik wil toch veel meer dan deze ontmoeting. Veel meer dan wat? Ja, bij. Dit alles. Ja, valt te bekijken. Ja. Laat ik even zien. Ik ga toch meer veel meer tijd maken aan dat keertje. Want ik moet even polis halen van de volgende. Goedemiddag. Goedemiddag meneer, kan ik u helpen? Jawel, ik ben polisverzekering komen afhalen van mijn grootmoeder. Mevrouw Pokkie, een momentje. Dit is uw polis. Even inkijken. Ja? En uw verzekeringspas. Jawel. Succes. Dank u wel. Zo, alstublieft. Oké. Okay. Jawel, dank u wel. Dank u. Oké. Okay. Weet je de? Er is een gevaarlijke man hier die in coke zit.
is gespecialiseerd en erg dangerous hoor. Zo'n hele opluchting voor me zijn als ik hem te pakken kon krijgen. Alleen, die man is in de buurt van je, misschien ken je hem. Nee, ik ken hem niet. Echt niet? Nee, ik ken hem niet. En ik kan toch niet iemand zomaar aanhouden die ik niet ken? Maar ik weet zeker dat ik hem te pakken krijg. Oh ja? Ik wens je heel veel succes, mijn schat. Hallo? Don. Oh, John Doe. Ik heb 100 liter nodig. Aha. En vanavond nog, want ik moet weg. Luister, ik stuur de mannen van me en begin ze alvast te betalen. Cool. Maar we checken het nog. Alles meenemen. Afvoeren. Opa, ja. Hallo, John Doe. Oh, het lijkt wel een setup van de Don. Hij lijkt wel een stroomman te zijn van de politie. Want hij is bevriend met inspecteur Helen. Hallo? Met mij.
Als je vriendin levend wilt terugzien, moet je binnen 24 uur op de afgesproken plaats komen. Anders weet je wat er gaat gebeuren. Als je niet aan de afspraak houdt, dan volgt je moeder. Wat? Je zou een bitch? Luister, laat haar niet zo voorkomen. En Don, wees niet slim. Kom alleen. Fuck you, man! Je krijgt je geld. Don't worry! Hallo, mag ik de inspecteur hier van de lijn, alstublieft? Oh, inspect, met de heer Don. Ja, het gaat goed, ja. Luister, ik heb alle informatie over Helen. Ja, en ik wil je heel graag doorgeven. Oh ja, kan ik meteen bij je langslopen? Dan kom ik direct, ja. Oké, tot straks. Zo stil bij. Maar Hendrik, heb je nog iets van Helen gehoord? Ik had er gewaarschuwd, maar ze wilde niet naar me luisteren. Mijn vrede. Oma, kijk, je zult gelijk hebben. En het is tegenwoordig zeer gevaarlijk. Je weet niet wie is of wie wat is. Maar het komt wel heus goed, hè? De politie is nu bezig de zaak te onderzoeken. Ik hoop het. Ja. Weg ook? O jee, wanneer? Oké, ik zal het doorgeven. Tante, ze hebben Helen ontvoerd. Wat zeg je? Nee, ik hoop echt wel eens de ongedeerd terugvinden. Wanneer is het gebeurd? Ja, ik weet niet. Ik weet echt niet. Dondo! 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 Waar ben je, Robert? Ik heb je geld gevraagd. Ik ben hier! Dan! Dan! Ik ben hier! Die ellendelingen! Ze hebben me vastgebonden! Ik kom hier aan! Blijf niet in het hoekje weg bij je! En? Heb je dat geld meegebracht? Ja, ik ga zelf kijken, hè. Hou die koffer, folieer hem eerst. Check hem aan, boeien. Hai, kijk naar die koffer. Die man is goed. Zet het op de grond. Oké, maak het dicht en houd het dicht. Kom. Maak die dame vrij. De meeste beweging schiet jij maar. Oh God. Hai, kom. Laat me. Kom maar, 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 snel. Maar, kom 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 maar,
Sta je verder, man. Weet je, je bent Rambo, je bent gek. Oh, ja, afgesleten hoor. Oké, ik heb een tablet voor je. Ik ben water. Ja. Help me, help me. Dan, ik heb een tabletje. Ja, maar. Dan gaan we water aan. Thanks. Ai, man. Maar, ik heb mijn moeder heel veel leed aan gedaan. Ik hoop dat ze me vergeeft, jongen. Nus, pardon, als hij zei je doodje. Arme volk. Dan ga ik gewoon de justitie is sap.
authority. Dat je nou span. Helen, wat zie ik daar? Waarom ben je zwanger? Dat had hij me nooit verteld. Luister, op straat ben jij de inspecteur. Maar hier ben ik de inspecteur. En dat dien je te weten hoor. Nee oma, dat is het niet. Hij heeft me liever 2 maal gered. En ik kon hem niet eens helpen. Ik ben aan handen en voeten gebonden. Ik bevind me in een machteloze positie. Ik moet steeds de wet gehoorzamen. Ik weet het ook niet meer, Roma. Manasumana, man. Waarover heb je het? Ik kan je niet meer volgen. Is er wat met hem gebeurd? Ik hoop dat het een goed mens zal zijn, hoor. Tom, wat ben ik blij dat je 3 jaar straf hebt uitgezeten. En dat we eindelijk een nieuw leven kunnen beginnen. Samen met de kleine Don. Helen, mijn schat. Ik hoop dat je me vergeeft. Je hebt heel veel leed aangedaan. Laten we naar huis gaan, mijn schat. Kleine Don. Hij is thuis met oma. Luister, laat hem gaan halen. Hoor. En oma mag ook mee. Dat lijkt me een heel goed idee. Ma. Ma. Oh ma. Oh, wie is dat kindje? Dag mevrouw. Het zal een verrassing voor u zijn. Na lange tijd zie ik weer een kindje in mijn huis. Het is niemand anders dan uw bloedeigen kleinkind. Dan wie is de moeder dan? Kom dan, mijn schatje. Alsjeblieft. Wat, Helen? Wat een verrassing. Je weet, ik had je altijd als mijn schoondochter willen hebben. Breng mijn kindje voor me. Ma. Dat is een wonder van God. O Allah, u heeft mijn gebed verhoord. Mijn wensen zijn vervulling gegaan. Hendrik, en wat doe jij hier, my boy? Oma, zij is van mij. Zo, kinderen. Het wordt nog echt wel tijd dat jullie in het huwelijksbootje stappen. Kinderen,
Komen jullie dichterbij. Hoi. Laka heeft je gestuurd, hè? Ja. Luister nou. Ik moet blij uit, sorry. Mijn plannen zijn niet echt gelopen zoals ik voorzien had. Maar ik kom terug. Ondertussen moeten jullie een karweitje voor me doen. Je moet iemand voor me liquideren. Je hebt het goed begrepen, toch? Ja, het gaat niet om intimideren, maar liquideren. Je hebt alles wat je nodig hebt. Je hebt een foto en een naam. Alvast een aanbetaling ook. De rest krijg je wanneer het karwei af is. Afgesproken? Ja. En even, deze man heeft me verraden. Dus geef hem een extra behandeling. Zorg ervoor dat de opdracht goed gebeurt. En vooral dat het gebeurt voor iemand van wie hij houdt. Zijn moeder of zijn vrouw. Of liefst nog zijn kind. Dit is voor jou. Wachtel! Waar ben je, jongen? Le. Hai, Wachtel. Hai, Bas. Hai, man. Je bent te laat, no? Hai. Ja. Hallo, met Mustafa. Luister, je bent verkeerd. Ik doe geen zaken meer. Hey, Bas, lekker maar! Bas, dit is! Stop!